welcome y'all to the Yozima Gomez, Maria Sanchez experience. Yeah. What's up, Dula? Yeah. Come on. What you do, what you from, what you like, yeah. I need to know, cause girl, you're my type. Shit. Come on. Where you from, what you do, what you like, yeah. I need to know, cause girl, you're my type. I'm pretty blonde, I'm normally not like this, but come here, I promise I won't bite. Yeah. Why? Yeah. Where you from, what you do, what you like, yeah. I need to know, cause girl, you're my type. I'm pretty blonde, I'm normally not like this, but come here, I promise I won't bite. Not this vibe, but no, we can't fight this. The way it grooves down in my shoes. Let me show you some of my moves, yes. And I can break it down if you want to. It goes one step, two step, now sliding. One step, two step, now spin. I know all of this is still new to you, but I promise I'm never gonna switch on you. It goes one step, two step, now sliding. One step, two step, now spin. I know all of this is still new to you, but I promise I'm never gonna switch on you. Come on. Yeah. I'm never gonna switch. Come on. I'm never gonna. Let me talk to you one time. Where you from, what you do, what you like, yeah. I need to know, cause girl, you're my type. I promise I'm normally not like this, but come here, I promise I won't bite. Now this vibe, I know we can't fight this. The way it grooves down in my shoes. Let me show you some of my moves, yes. And I can break it down if you want to. It goes one step, two step, now sliding. One step, two step, now spin. I know all of this is still new to you, but I promise I'm never gonna switch on you. It goes one step, two step, now sliding. One step, two step, now spin. I know all of this is still new to you, but I promise I'm never gonna switch on you. Cause, hey, come on. Never gonna switch, come on. Yeah. Come on, hey. Never gonna switch. Everybody dance with me. Come on. Hey. Yato. Never gonna switch. Hey. Thank you. Best wel awkward in zo'n lege zaal, maar still having fun. Voor de mensen die geen idee hebben wie ik ben, maar ik ben Yozima Gomez. En dit is mijn assistent op dit moment, Maria Sanchez. En we gaan een paar tunes voor jullie doen. Volgende nummer heet All These Things. Too much pain, all to gain. Spend all of my bucks on chains. Different name every day. Guess I'm doing all these things. Too much pain, all to gain. Spend all of my bucks on chains. Different name every day. Guess I'm doing all these things. Yeah, yeah. I guess I'm doing all these things. I guess I'm doing all these things. Yeah, yeah. I guess I'm doing all these things. I guess I'm doing. You would think it's a past, even though it's not. I put you on my space, so I put you on the spot. What's my reason to come home now? What's my reason to come down now? I'm just living out my life now, till it's right now. Till I'm out of every corner selling water out of spite now. Cause I don't mind, it's on the heart now. Can you see I'm a class apart? Cause I'm about to catch all types of no blessings, yeah. Sometimes I do dream off, often I do pay attention. Cause nothing is for certain, nothing is a given. I'm still searching for the things that I love though, ay. I got too much pain, all to gain. Spend all of my bucks on chains, different names.
dream every day. Guess I'm doing all these things. Too much pain, all to gain. Spend all of my bucks on chains. Different name every day. Guess I'm doing all these things. Yeah, yeah. I guess I'm doing all these things. I guess I'm doing all these things. Yeah, yeah. I guess I'm doing all these things. I guess I've been dabbling through my problems. Is a struggle just to solve them. Still I'm building up my flex. No, not mumbling on these tracks. This brother won't do deep. I ain't feeling dead, yeah. As below is as above. Have you checked the stats, yeah? Not sleeping in the bed, I'm sleeping on a couch in the lab. Cooking something's nice, with a spice. A little bit of pocket change for the night was suffice. Can I live it up, can I live it right, yeah? Can I live completer, I don't think I need her. Life ain't what it seems, I guess she's a damn cheater. I got too much pain, all to gain. Spend all of my bucks on chains. Different name every day, guess I'm doing all this. I got too much pain, all to gain. Spend all of my bucks on chains. Different name every day. Guess I'm doing all these things. Yeah, yeah. Guess I'm doing. Shit. Damn. Guess I'm doing all these things. Yeah, yeah. Guess I'm doing all these things. I guess I'm doing. Yeah. Right. I guess I'm doing all these things, yeah. Thank you. Alright, next up we got Her Tone. Nummer is uitgebracht in februari. Je kan het checken op Spotify, Apple Music. Everywhere actually. Yeah. Go something like this. Felt like the time stopped when I met you. Our eyes locked, freezed up like a statue. Was in the middle of my way to get some fast food though. Yeah, look. Both too busy, no time left to get acquainted. Plus the lovers that we've been with left us both in it. Going back and forth, make sure we're compatible. Your mind, body, and soul, incredible. That's all I brought, I gotta know to get the picture. Can I really spend some time now with you? I just know the fate doesn't come in complex scriptures. It's quite simple, quite literal in a common sense. I know. Yeah. You know why? Hey. I don't know what you got in store. Let me take you out on tour. Show you my life on roads. That's all I've ever known. I don't know what you got in store. Let me take you out on tour. Show you my life on roads. That's all I've ever. You define fine when I scroll my timeline. It's about time to get off the sideline. Need another bag, yeah. Give me yours, then it put me in the past, yeah. I remember show dates up in London, that was crazy. Asian cuisine up in Seoul with my baby. Just talk about the climate and consider how we're lately. Just think about building us a bunker for the safety. And ride us all out. Watch the rain fall right for the drought now. I know God just set the tone, yeah. Ride it all out. Watch the rain fall right for the drought. This life ain't what I'm all about, but I just know that God just set the tone, yeah. God just set the tone, yeah. God just set the tone, yeah. Hey, hey. God just set the tone for us, yeah. Come on. God just set the tone for us. Don't you know that? Yeah, God just set the tone, yeah. Yeah, though.
Waar is iedereen? Of iedereen uit de zaal uitgelopen. Ja, volgende nummer. Paris to Tokyo. Eigenlijk, dit nummer schreef ik toen ik een beetje wilde ontsnappen uit mijn eigen thuissituatie, uit mijn eigen bubbel eigenlijk. En ja, het is eigenlijk een nummer die je kan opzetten wanneer je denkt van, yo, ik wil eigenlijk eventjes hier vanuit, eventjes hier weg. Weet je? Let's go dan. Het maakt niet uit waar het is. Het kan ergens in Europa zijn. Of misschien Azië. Misschien Afrika. Weet je? Paris to Tokyo. Feeling kinda stuck. Yo, from Paris to Tokyo, we can do it, but we can stay it. I know we feeling kinda stuck. Yo, from Paris to Tokyo, we can do it, but we can stay it. No, I know we feeling kinda stuck. Yo, from Paris to Tokyo, we can do it, we can stay it. I know we feeling kinda. You're looking at a brother with a plan, hey, brother with an attitude. What we be trying to do, all I have is gratitude. I'm pretty certain I didn't come here to lose. Rap songs and interludes, don't know what to do. Yeah, I'm feeling all kinds of moods, feeling all kinds of shoes. If I be mad at you, would you would think it through? Man, I'm back in the moment, back in the morning comes up. When the rain falls, you don't know where to come. We come from Paris to Tokyo, you can do it. You can do it. I'm feeling kinda stuck. Right from Paris to Tokyo, we can do it, but we can't stay it. No, I know we feeling kinda stuck. Yo, from Paris to Tokyo, we can do it, but we can't stay it. No, I know we feeling kinda stuck. Yo, from Paris to Tokyo, we can do it, but we can't stay it. No, I know we feeling kinda stuck. What you trying to do for a brother with a loose lip? You know, loose lips sink ships. Where do I find the time? Brothers wanna wind up dying to see you out the door when they don't you. It's not always simple as that, man. I don't even got shit to prove, yeah. I just hop in the booth and tell you all the things I can't say to you. 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 From Paris to Tokyo, we can do it, but we can stay it. No. I know we feeling kinda stuck. Yo, from Paris to Tokyo, we can do it, but we can't stay it. No, I know we feeling kinda stuck, yeah. I know we feeling kinda stuck. Alright, zijn we aangebroken bij het laatste nummer, man. All I Ever Know. Let's do it. Je kan de sessie trouwens zien op YouTube, if you haven't seen it yet. It's all I've ever known,
It's all I've ever known. I was 16 years with a pen and a pen. Yeah, I was barely grown. It's all I've ever known. It's all I've ever known. I was 16 years with a pen and a pen. Yeah, I was barely grown. With drip, with a fro for the locals. In the attic with a gang doing vocals. Can I put the pressure up now for the encore? All I'm doing these days, kicking down doors. Need an advance to make plans, just to make sure. Going through the front door, fuck a back door. Can I plead the fifth? Can I rest my case? Shit ain't nothing, no, and there's no debate. So I say, have you found that thing you're passionate about? Even with those ups and downs, you should stick on to your own route. You will find your way each and every day. That's what my mama say. We gon' be all okay. It's all I've ever known. It's all I've ever known. I was 16 years with a pen and a pen. Yeah, I was barely grown. It's all I've ever known. It's all I've ever known. I was 16 years with a pen and a pen. Yeah, I was barely grown. Most of my people don't got a clue. They be standing at the roundabout like, what I gotta do? Don't make these things all complicated. Refine your craft to get celebrated. It's what we want, right? Check your stage time and your own spotlight. I know it's your time, but I'ma take mine. There's a fine line between doing 9-5, live for your passion or just doing 9-5. That's not really what I do. I think that I knew when I stepped in the booth. I was probably in the stew. I had dreams of a coupe and my brand new shoes. The path that I choose to be on. See me lexing in a homemade futon. With my feet up, that's a new vision. 2020 might be my new religion. Catch me whip another song up in the kitchen. Have you found that thing you're passionate about? Even with those ups and downs, you should stick on to your own route. You will find your way each and every day. That's what my mama say. We gon' be all okay. This all I've ever known. This all I've ever known. I was 16 years with a pen and pen. Yeah, I was barely grown. This all I've ever known. This all I've ever known. I was 16 years with a pen and a pen, yeah, I was barely grown. Come on. I'll never know, yeah. Shout out to Maria Sanchez, man. Thank you, Dula. I guess I'm doing all these things. Josie en Maria, dankjewel voor dit toffe concertje. Hoe voelde het om in de lege Dula te staan? Ja, spannend. Vooral spannend, maar toch wel... Ik denk dat Maria het hiervoor ook zei, wel nog steeds imponerend natuurlijk, de zaal. En I had fun. Jij zei awkward. Ja, op een gegeven moment, ik zei ook, ik maakte een grapje zo van, volgens mij is iedereen de zaal uitgelopen. Zeg maar. En jij bent hier nog nooit eerder geweest. Nee, maar ja, de zaal is inderdaad echt te gek. Maar je mist toch die interactie met het publiek. Ja. True. Het is voor het eerst dat jullie samen spelen, toch? Ja. Ja. Hoe was dat? Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Zou je het vertellen? Of zou ik het vertellen? Eigenlijk via Instagram. Een gitarist waarmee ik zeg maar de homegrown session heb opgenomen, die had haar getipt. En ze had ook een klein beetje van mij gehoord. En zo zijn we eigenlijk in contact gekomen. Eigenlijk via Instagram. Ze had een beetje gecheckt wat ik deed en andersom. En zo zijn we. Maar speciaal voor dit concert? Ja, speciaal voor dit optreden, ja. En toen? Dus je appt elkaar of je stuurt elkaar een bericht en dan? En dan zo van... wanneer gaan we, kunnen we repeteren? Wat gaan we doen? Hoe gaan we het in elkaar zetten? En toen zei zij eerst zo van... Ja, stuur gewoon een paar nummers van je door. En dan kan ik even checken hoe ik dat op de gitaar makkelijk kan spelen. En toen zijn we gewoon samengekomen en zijn we gewoon gaan repeteren. Natuurlijk zoveel mogelijk op afstand. Maar zo eigenlijk. En het klikte gelijk, Maria, muzikaal. Ja, echt heel erg. Maar het is bijna als een date. Je weet nooit wat je tegenkomt. Nee, klopt. Maar ja, ik weet niet. Ik heb denk ik het geluk dat ik wel
vaak als ik muziek maak toch beland met hele relaxte personen. Dus eigenlijk inderdaad in het begin, als je de eerste sessie hebt, dan ga je eerst gewoon even chillen, even lekker met elkaar kletsen. En ja, we kwamen steeds losser en ja, gisteren waren we ook eigenlijk al de hele tijd grapjes aan het maken. Dus eigenlijk ja, wel blij met deze klik en ook muzikaal. Jullie roots zijn alle twee. Jij hebt Caribische roots en zeker, ja. Jij hebt Colombiaanse roots. Yes. Wat zo interessant is, is dat de muziek blijkbaar een internationale taal is. En gaan jullie met veel verschillende nationaliteiten om, muzikaal gezien? Zeker. Vertel daar eens wat over. Ja, om maar een voorbeeld te noemen. Ik heb een DJ bijvoorbeeld die vroeger veel voor mij samen met mij optrad. Die is bijvoorbeeld Grieks. En dan ken ik ook gewoon bassisten die dan... ja, een toevallige Nederlander ook. Dus ja, het is zeg maar... Op een gegeven moment als je samen muziek met elkaar maakt... dan is dat niet het eerste wat zeg maar, waar je naar kijkt. Het is meer zo van... klikt het muzikaal gezien. En dan op een gegeven moment kijk je niet naar bijvoorbeeld nationaliteit of waar je vandaan komt, weet je. Dat komt misschien in een ander gesprek. Het is muziek... natuurlijk ook heel Rotterdams, hè? Precies, muziek staat dan soort van in die zin op de eerste plaats, zeg maar, eigenlijk. Weet je? Ja, mee eens? Zeker, ja, ik denk dat niet op twee handen te tellen zijn de nationaliteit en vrienden die ik heb waar ik muziek mee maak. Dat is echt, ja, ik weet eigenlijk niet zo, dat komt, maar ja. Wat ons echt verbindt is inderdaad muziek. En dat is heel mooi. Hoe hebben jullie de afgelopen... wat was het? 2 maanden ervaren? Was het eigenlijk ook wel relaxed? Of was het lastig? Voor mij was het persoonlijk in het begin wel een beetje lastig. Omdat, zeg maar... Ja, ik zit echt diep in de evenementenbranche, weet je. Of in de creatieve industrie. Dus bij mij was alle... Eigenlijk alle bronnen van inkomsten waren gewoon meteen allemaal weg, zeg maar. Dus in het begin vond ik het wel een beetje moeilijk, zo van wat moet ik nu gaan doen, weet je. En, maar op een gegeven moment ben ik eerst meer gaan lezen over coronavirus en COVID-19. Ja, COVID-19 en waar het vandaan komt en wat het eigenlijk doet met het menselijk lichaam en et cetera. En toen op een gegeven moment dacht ik van, oké, ik kan net zo goed deze tijd kan ik gewoon besteden aan mezelf. En eigenlijk nieuwe skills aanleren. Daar ben ik dan aan de basgitaar gaan zitten. En heb jij ook gecomponeerd? Want dit zijn allemaal je eigen composities, toch? Je eigen... Ik heb het wel allemaal geschreven. Ja. 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 Ik wil eerst aan jou vragen hoe jij het hebt ervaren. Voor mij was het even heel erg balen. Want ik had nog heel veel toffe optredens op de planning staan... die natuurlijk allemaal gecanceld werden. Dus... Ja, dit jaar zou er voor mij heel anders uitzien. Ik heb ook dat ik wilde dat ik veel meer productief ging zijn dan in deze tijd. Maar om eerlijk te zijn merkte ik ook dat ik dat moeilijk vond. En dan in zo'n pandemie en dan toch in zo'n stressvolle ervaring mezelf ertoe te dwingen om productief te blijven. Maar ik denk, ja, wat vooral belangrijk is eigenlijk inderdaad... dat je de tijd neemt om te reflecteren in deze tijd. En je rust neemt. En dat is wel iets wat ik heel veel heb gedaan. Dus dat is heel fijn. Je hebt wat geleerd ook. Ben je achter dingen gekomen? Dat ik niet zo bang moet zijn om creatieve dingen te uiten. Een soort van, ik ben heel perfectionistisch en alleen maar de beste... Filmpjes post ik bijvoorbeeld op Instagram, maar ik moet gewoon meer de plezier blijven hebben met muziek maken. En niet zo na blijven denken over, oké, wat wordt het doel? En weet je, een soort van, ja, meer het proces omarmen, denk ik. En jij? Wat ik geleerd heb? Ja. Zo. Ik heb zelf... dat ik heel erg behoefte heb aan structuur. En dat in het begin heb je dat helemaal niet. Wanneer alles wegvalt, bedoelt u? Ja. Ja. Ik weet niet. Ik weet niet wat ik specifiek heb geleerd. Maar ik ben wel achter veel dingen gekomen. Als in... ik had heel veel dingen, bijvoorbeeld voor mijn muziek... had ik opgenomen in december, in november.
En ik dacht van mezelf van, ga ik nu, toen in januari kwam het dan zeg maar in Nederland ongeveer. En toen dacht ik van, oké, ga ik dit nu zeg maar vasthouden? Of ga ik juist nu in deze soort van pandemie, ga ik juist nu alles uitbrengen, weet je? En toen heb ik gewoon voor mij die switch gemaakt zo van, oké, ik ga nu, nu is de kans om zeg maar alles vrij te laten met waar ik mee bezig ben, weet je? Puur om voor mezelf ook dat balletje te laten rollen. Zodat alles weer gewoon, als alles weer cool is, dat ik gewoon weer nog steeds dat balletje heb laten rollen van dan een paar maanden terug, zeg maar. Hoe vinden jullie dat initiatief van, wat vinden jullie van North Sea Round Town? Want dat was natuurlijk echt, dat is echt een hoogtepunt in Rotterdam. Het is zomer, je gaat naar een bandje kijken. Ik keek daar heel erg naar uit. Ik vind het heel erg sick. Ja. Ik vind het persoonlijk, als je dan nou net geen kaartje hebt kunnen krijgen voor North Sea Jazz bijvoorbeeld, dan is North Sea Round Town is gewoon echt perfect voor like, wat Rotterdam te bieden heeft qua niet alleen jazz, maar ook gewoon allerlei andere genres. Dus ik vind het persoonlijk wel tof. Ja, je ontmoet mensen ook, hè? Was jij ook van plan om hier te spelen of om te komen kijken? Ik zou wel op North Sea Jazz gaan spelen toevallig dit jaar. Met een andere vriendin van mij, maar dat is natuurlijk nu. Maar er was nog niks zeker over North Sea Round Town. Maar ik word gewoon vaak soort last minute door mensen gevraagd van hey, wil je dan meespelen? En dan, ik zou vorig jaar volgens mij ook spelen op. Ik vind het echt super tof festival, concept. Leuk, inderdaad, die laagdrempeligheid. Het podium wat neergezet wordt voor ook beginnende artiesten. Dus het is heel jammer dat het dit jaar niet doorgaat. Ja. Wat hebben jullie nou het meest gemist de afgelopen tijd? Feestjes. Feestjes, ja. Ik wilde precies hetzelfde. Ja. Toch wel feestjes, maar gewoon de gezelligheid gewoon met z'n allen. Ja. Wat gaan jullie doen nu de regels een beetje versoepeld zijn? Denken jullie dat jullie weer gaan optreden of hebben jullie plannen voor de komende tijd? Ik persoonlijk, ga ik nog muziek uitbrengen tot aan juni ongeveer. En dan ga ik eventjes weer eigenlijk wat tijd voor mezelf nemen, maar ook in de zin van ik ga nu echt aan een project werken, een album het liefst. En daar ga ik nu al mijn energie dan instoppen, zodra het eigenlijk allemaal een beetje cool is en iedereen. Ik kan er misschien een week misschien naar buiten gaan, even barbecue, oh, leuk, leuk. Maar ik denk dat ik ook de zomer ga gebruiken om gewoon even goed aan mijn muziek werken eigenlijk. Ja. En jij? Ik heb veel livestreams nog. En volgende week speel ik met een andere vriend een van de eerste concertjes die we mogen voor 30 man. Waar is dat? In Meervaart, in Amsterdam. Oké. Okay. Langzamerhand begint het inderdaad weer te komen. En verder, ik kijk er wel naar uit om bijvoorbeeld weer naar een museum te kunnen. Gewoon iets leuks buiten mijn huis kunnen doen, daar kijk ik wel echt naar uit. Mm-hmm. Ja. Ik hoop dat jullie nog een keertje terugkomen naar de doelen en dat jullie samen komen spelen weer. Yes. Lijkt me leuk. Loven jullie dat? Ik hoop het. Oké, dankjewel voor dit gesprek en voor de geweldige muziek. En echt, echt... Hou vol. Dankjewel. Dank u wel. I guess I'm doing all these things. I guess I'm doing all these things.